Hey, dag dames, hier ben ik terug met de vierde aflevering van Ask Me Anything. Dit is het tweede deel van de vierde aflevering. We hebben namelijk 14 vragen, of liever 15 vragen, binnengekregen voor Ask Me Anything. Dus ik ben het in een aantal episodes aan het opmaken. Anders zijn de files te groot en loopt mijn batterij vast enzovoort enzoverder. Dus vandaar een aantal verschillende episodes. In de eerste deel heb ik al 4 vragen beantwoord. En nu ga ik verder met de 5e vraag uit Ask Me Anything. En die komt van Caroline Delbare. Caroline vraagt mij, ik wil graag een gezonde bar beginnen. Eentje type goji, granola, bar en café. Deze is gelegen in Australië, vlakbij het strand, een toplocatie dus. Mijn droom is te starten met 1 bar en bij succes uitbreiden uiteraard. Mijn vraag is, begin ik best op een locatie, bij manier van spreken, in the middle of nowhere, Buggenhout, of op een hotspot in een of andere stad? Love to hear your opinion. Wel, Caroline, ik heb zelf nog nooit een winkel gehad. Met andere woorden, ik ben zeker niet de expert op dit vlak. Wat ik wel altijd hoor van mensen die een winkel hebben, is dat alles is location, location, location. Dat hoor ik altijd. Met andere woorden, een goede spot hebben is de sleutel tot succes vandaag de dag. Los van alle internet en alle online activities, locaties zijn zeer, zeer, zeer belangrijk. Dus ik zou zeggen, dat is punt nummer 1. Los of dat dan in Buggenhout is of in Antwerpen bijvoorbeeld, zorg dat je daar op een goede spot zit waar er veel passanten zijn die dan bij jou kunnen binnenkomen. Of dat dan Buggenhout moet zijn of een grote stad. Wel, ik denk in een grote stad heb je natuurlijk, verwacht ik, heel wat meer concurrenten. Dus meer concurrenten wil zeggen, mensen hebben meer opties, mensen hebben meer keuze. Dus je moet al iets straf doen om ervoor te zorgen dat mensen effectief naar bij jou komen. In Buggenhout heb je waarschijnlijk minder concurrenten of geen concurrenten. Dus dat is iets waar ik in eerste instantie een keer naar zal kijken. Is er iets zeer gelijkaardigs daar in de buurt? Hoe ziet mijn competitie eruit? En wat doet mijn competitie? En is die succesvol, die competitie ook? Dus daar zou ik in ieder geval in eerste instantie eens naar kijken. Als je geen concurrenten tegenkomt of competitie tegenkomt, wat mogelijk het geval zou kunnen zijn in Buggenhout, dan kan dat 2 dingen betekenen, of 3 dingen zelfs, denk ik. Iemand heeft het al eens geprobeerd en is gefaald. Met andere woorden, er is geen markt, het werkt niet. Het kan betekenen dat gewoon nog niemand het geprobeerd heeft en iedereen op jou zit te wachten. Dus dat zijn twee dingen die dat kunnen betekenen. Wat ik zou doen, moest je in Buggenhout iets willen beginnen of in een kleinere locatie, gemeente in plaats van een stad, is een keer kijken of jouw klanten daar zitten en leven. Want je zal natuurlijk vooral klanten aantrekken van Buggenhout of daar rondom. De vraag is, zitten die daar? Hè? Heb je die klanten daar? En de manier om dat uit te vissen is bijvoorbeeld door te kijken of er complementaire activiteiten bestaan in Buggenhout die hetzelfde soort van publiek zou aantrekken. Dus ik denk, dit is een gezonde bar, dus ik veronderstel dat dat mensen zijn, dat jouw doelpubliek mensen zijn die gezondheid voorop stellen. Dus die zijn misschien ook wel actief in sportclubs, tennisclubs, atletiekclubs. Die zijn misschien met yoga bezig. Misschien is er al een bio-winkel daar ook bij jou in de buurt. Dus ik denk dat het belangrijk is om een keer te kijken van, bestaan er al heel veel complementaire dingen? Want dat kan tonen of dat er effectief een markt voor is in Buggenhout of niet. Meer dan dat eigenlijk, Caroline, kan ik daar niet echt over zeggen. Ik heb zelf nog nooit een fysieke winkel gehad. Maar dat is in ieder geval wat ik zou doen als ik te weten zou komen of ik mijn plekje in Buggenhout zou doen of ik mijn plekje in Antwerpen of Brussel zou doen of mijn winkel daar openen. Heel veel succes, Caroline. Ik hoop dat ik je alvast een heel klein beetje geholpen heb daarmee. Als je graag wilt te weten komen of iets effectief een goed idee is,
waarmee ik niet wil zeggen dat jouw idee geen goed idee is. Maar in onze Start Me Up reeks, heb ik ook een blog geschreven die effectief gaat over, is iets een goed idee en is dat dan ook een goed bedrijf? Dat is deel 4 in de Start Me Up reeks. Ik zal meteen ook een link in deze episode onderaan in de tekst toevoegen, zodat je dan een keer kan nalezen om te kijken of een gezonde bar in Buggenhout een goed idee is of geen goed idee is, om althans er een bedrijf van te maken. In ieder geval heel veel succes, Caroline. En ja, ik hoor heel graag hoe het verder loopt, hè, met jouw plannen. De volgende vraag komt van Karin van Oosterbos. Ze stelde mij in eerste instantie de vraag, ik wil net als elke een online trainingscenter opzetten, dus alle tips en tricks zijn welkom. Ik heb Karin gevraagd om iets specifieker te zijn, zowel over haar case als al haar vraag, want ja, alle tips en tricks die kan ik natuurlijk niet geven. Dus hoe specifieker jij jouw vraag stelt voor Ask Me Anything, hoe specifieker ik ook een antwoord kan geven, of hoe gemakkelijker ik ook kan zeggen van oké, hier weet ik niks van, of hier weet ik alleen maar dit van, en niet gewoon een beetje lig weg te babbelen, misschien mogelijk helemaal naast de kwestie van jouw vraag. Dus Karin is dan iets specifieker teruggekoppeld naar mij. Ze zei, hey Lien, wel, hoe maak je daar een verdienmodel van? Dus van een online trainingscenter. En welk platform leent zich daar het beste toe? Technisch gezien dan, want ik ben een leek. Werk je best met zelf opgenomen filmpjes die men kan bekijken gedurende bepaalde perioden? Of zijn live webinars beter? Het zou ter aanvulling zijn van face-to-face training en coaching. Verschillende dingen, Karin. In eerste instantie over platformen. Ik kan jou daar op dit moment niet bij helpen, want ik kan jou niet adviseren wat het beste platform is voor een online training. Mijn website is gebouwd in Squarespace en laat toe om online trainingen aan te bieden. Maar ik kan verder geen uitspraken doen over professionele platformen die gebruikt worden voor online trainingen. Mijn beste gok zou zijn om misschien Kathleen Steegmans daar eens over te contacteren, onze experte op het vlak van alles wat met webgedoe te maken heeft. En zij heeft allicht wel een aantal bestaande technische platformen die ze kan aanbevelen. That would be my guess. Daarnaast vraag je van, werk je best met zelf opgenomen filmpjes die men kan bekijken gedurende een bepaalde periode of is live webinars beter? Het zal ter aanvulling zijn van face-to-face training. Wel, als het aanvulling is op face-to-face training, Karin, dan haak ik ervan uit dat je dit doet voor reeds bestaande klanten. Met andere woorden, je wil eigenlijk een online platform hebben waar bestaande klanten, enkel en alleen maar bestaande klanten, effectief toegang tot hebben. Met andere woorden, er zit een soort van login of een membership wall voor. Ik denk dat dat een van de dingen is die belangrijk zijn om te weten wanneer dat je een platform kiest. De vraag is natuurlijk, moet je hiervoor een online platform hebben? Of kan je dit soort van video's bijvoorbeeld ook delen met bestaande platformen? Of via e-mail, aangezien jouw doelgroep al klanten zijn. Dus je hebt op dit moment al contact met die mensen. Dus je zou eigenlijk ook perfect via een e-mail communicatie kunnen werken in plaats van de dingen op jouw website te zetten. Of de video's althans op jouw website te zetten. Naar verdienmodel, ja, als je dat wil inpassen in jouw face-to-face trainingen en in jouw coaching, ja, dan zie ik dat als een extra surplus die je kan aanbieden. Lesmateriaal eigenlijk op het moment dat je geeft op het moment dat mensen het effectief willen, wanneer het hen past op hun ritme. En dat is een bepaalde waarde waar je een bepaalde prijs tegenover kan plaatsen. En ofwel doe je een soort van upsell op jouw bestaande coachingstraject bijvoorbeeld, waarbij dat je zegt van oké, naast face-to-face coaching kan je ook nog bijkomende video's bekijken aan deze kostprijs. Dat is een mogelijkheid.
dat is waar ik op dit moment aan denk. Via live webinars, ja, maar natuurlijk opnieuw, als dit voor jouw bestaande klanten is, wil je dat niet broadcasten bijvoorbeeld op jouw Facebookpage, want dan heeft iedereen het gezien. Hè? Dus opnieuw, je wil dat dan achter een betalende wall steken, zodat mensen ook effectief betaald hebben voor die videocontent die dat je aanlevert. Als het niet de bedoeling is om dit voor betalende klanten aan te bieden, of althans niet voor jouw bestaande klanten, maar je wil er nieuwe klanten mee aantrekken, dan kan je iets doen wat dat Creative Life bijvoorbeeld doet. Moet je maar eens kijken, www.creativelife.com. Zij hebben online en on-demand video learning, waarbij mensen een opleiding kunnen aankopen. Meestal bestaan die uit meerdere videomodules en een handboek. Rechtstreeks via de website en dan krijgen zij downloadlinks waarbij dat ze de opleiding kunnen downloaden en kunnen doorlopen op hun eigen tempo en op hun eigen beschikbaarheden. Dus dat is een mogelijkheid om eens een keer te bekijken wat zij precies doen. Het verdienmodel daarachter is mij niet echt helemaal duidelijk. Ja, uiteraard ze verkopen opleidingen, maar hoe dan de commissiestructuur en zo daarachter zit, dat is mij zelf ook niet echt helemaal duidelijk. Maar dat werkt natuurlijk alleen maar als je nieuwe klanten wil aantrekken, hè, via jouw online training. Dus niet voor jouw bestaande klanten. In ieder geval, Karin, heel veel succes. Ik ben ook benieuwd wat je precies wilt doen via jouw online trainingen. Omdat we zelf met Zeker van haar zaken ook die richting aan het uitdenken zijn. Dus misschien zijn er wel mogelijkheden om dingen samen te doen. Alvast heel veel succes, Karin, met jouw online trainingscenter op poten te zetten. En aarzel niet om mij een keer te contacteren als je een idee wil pitchen. De volgende vraag komt van Jolien van den Broele. Ze zegt, ik heb nog een vraag. Heb jij een plan, een strategie, een idee voor moest je ooit langdurig ziek zijn of wegvallen tijdelijk? Ik hoop uiteraard dat dat nooit gebeurt, zegt ze. Of heb je inspiratie voor ondernemers die zich in zulke situatie bevinden? In mijn geval door een zwangerschap die niet zo vlot verloopt. Wel, Jolien, in eerste instantie wens ik jou toch een vrij goed verloop van jouw zwangerschap of een zo vlot mogelijke verderzetting van jouw zwangerschap. Ik denk dat ze ook niet zo lang niet meer zal duren, denk ik. Hè? Ik denk dat de voorziene datum niet zo ver weg meer ligt. Jouw vraag is een heel goede vraag. In België hebben we het geluk dat we een goed healthcare systeem hebben. Dus ik kan elke ondernemer sowieso al aanbevelen om zijn sociale of haar sociale bijdrage te betalen. Zorgen dat je met jouw sociale zekerheid in orde blijft. Normaal gezien verloopt dat volledig automatisch via jouw sociaal secretariaat dat jou daar afrekeningen voor zal sturen per kwartaal meestal. Dus zorg dat je die ook effectief betaalt. Zorg dat je mutualiteitsbijdragen betaalt. Dat is al een eerste goede stap. Daarnaast kan je je ook verzekeren tegen inkomensverlies. Maar ik ken zeer, zeer, zeer weinig ondernemers die effectief dat doen. Waarom? Die verzekering is vrij duur. En daarbovenop zijn de randvoorwaarden om effectief een tegemoetkoming te krijgen voor het verlies aan inkomen vrij significant. Dus wanneer dat je zo'n inkomensverzekering of een inkomensverliesverzekering zou willen afsluiten, lees dan zeer goed wat de voorwaarden zijn en welke compensatie je zal krijgen, wanneer je die compensatie zal krijgen, onmiddellijk wanneer je ziek valt of na een maand of twee maanden dat je ziek valt of dat je wegvalt. Dus bekijk dan een keer met een verzekeringsagent of haal wat informatie op bij verschillende verzekeringsmaatschappijen. De realiteit is dat de meeste ondernemers niet zo'n verzekering hebben, omdat ze gewoon te duur is en omdat de juiste ondernemer gewoon dat risico wil lopen of wenst te lopen of te nemen. Dus ik ben daar één van. Dus ik heb geen verzekering op inkomensverlies, waardoor dat ik maar heel goed besef wat het risico is dat ik loop, wanneer dat ik er voor een langere tijd tussenuit zou zijn.
Een van de dingen. Dus de vraag is dan, hoe ga je daarmee om, hè, met dat risico als ondernemer? Wat doe je daar dan mee? Ben je bereid dat risico gewoon te nemen? Of ga je je op een of andere manier indekken tegen dat risico via een verzekering? Of ga je voor jezelf een verzekering creëren? Dat kan bijvoorbeeld zijn door geld opzij te zetten, door een buffer op te bouwen van x aantal maanden, waar dat je bijvoorbeeld tijdens moest je zeg maar 4 maanden uitvallen, dat je jezelf nog steeds hetzelfde loon kan uitkeren 4 maanden lang. Dus dat is voor jou een oefening om te maken als ondernemer. Of voor hoe lang dat je een buffer wil opbouwen en hoe groot dat die buffer dan moet zijn. Ik adviseer om die oefening wel eens een keer te maken voor je eigen gemoedsrust ook. Daarnaast, ja, de ziekenhuiskosten en zo verder, dat is een ander verhaal, maar daar kan je dan gelukkig wel weer op onze sociale zekerheid terugvallen. Misschien heb je ook een private gezondheidsverzekering, healthcare insurance. Daar ben ik zelf allemaal geen specialist in, dus ik ben gecoverd door onze Belgische overheid en daarnaast heb ik een reisverzekering en ziekteverzekering voor onderweg. Dus ik volg niet het klassieke stramien van de meeste Vlamingen. Dus op dat vlak kan ik je ook niet verder adviseren. Maar dus ik zou zeggen, ja, private healthcare is een optie. Een verzekering tegen inkomensverlies kan ook een optie zijn. Of zelf een persoonlijke buffer aanleggen. Of een combinatie van die drie, hè, afhankelijk van hoeveel risico dat je wil lopen en wat jouw financiële bezorgdheden zijn. Dus voilà, Jolien. Ik hoop dat ik jou daarmee een beetje geholpen heb. Ik hoop ook dat jouw zwangerschap zo vlot mogelijk nog verloopt voor de komende maanden die je nog in het verschiet hebt. En ja, ik hoor heel graag als de baby geboren is, welke naam die meegekregen heeft en hoe dat je je voelt. Hopelijk gezond en wel en met minder complicaties tijdens de zwangerschap. Dus alvast proficiat gewenst. De volgende vraag komt van Katrien van Hullebusch. Katrien vraagt mij: Hey Lien, hoe gaat het eigenlijk met je boek? Kan je al een tipje van de sluier oplichten qua inhoud en wanneer gaat die in druk? Ik ben heel benieuwd, zegt ze. Wel, ja, ik kan een tipje van de sluier oplichten. Ik zal zeggen, het tipje van de sluier kan je eigenlijk ook al op de website terugvinden. www.zekervanhaarzaak.com/getreal. Daar kan je een exclusieve preview lezen van het boek. En je kan je daar ook inschrijven om eigenlijk op de hoogte gehouden te worden over wanneer de voorverkoop voor het boek start en de effectieve publicatiedatum. Dus ik zou zeggen, Katrien, ga daar zeker een keer naartoe kijken. Lees het eerste stukje, het allereerste sneak peek van het boek daar. www.zekervanhaarzaak.com/getreal. Ja, en als je meer wil weten, dan zou ik zo zeggen, laat je e-mailadres achter. En dan ga je van tijd tot stond nieuws krijgen over waar we staan, wanneer de voorverkoop begint, wanneer de publicatiedatum voorzien is, enzovoort, enzoverder. Dus voilà. Katrien, hiermee hoop ik jouw vraag beantwoord te hebben. De volgende vraag die komt van Sophie de Volder. Hey Lien, ik kan jouw raad wel gebruiken over het volgende. Ik bel niet graag. Geen idee hoe het komt. Ik praat nogthans wel graag en ik ben zeker niet verlegen of asociaal. Maar als ik een professioneel telefoongesprek moet voeren, wat jammer genoeg meer en meer zal moeten gebeuren, dan merk ik dat ik dat steeds uitstel. Tips om hiervan af te geraken of om mee om te gaan. Wel, Sophie, ik bel ook helemaal niet graag. Ik vind bellen verschrikkelijk. Ik bel zelfs niet met mijn eigen moeder. Ik communiceer wel op andere manieren, via Skype en zo. Maar het klassieke telefoon opnemen en bellen vind ik zelf ook verschrikkelijk. Dat heeft twee redenen, maar de belangrijkste reden is dat ik die persoon niet kan zien. Waardoor dat ik de nuance mis van het fysieke. Ik kan niet zien hoe die persoon reageert. Ik kan niks van het gezicht aflezen. En dat is een soort van
bijkomende onzekerheid dat je hebt met telefoneren. En dat vind ik eigenlijk niet zo leuk. Dus dat is bij mij de reden waarom ik niet graag telefoneer. Misschien is dat voor jou dezelfde reden. Misschien heb je een andere reden waarom dat je niet graag telefoneert. De vraag is natuurlijk, hoe ga je daarmee om? En hoe ga je om met uitstelgedrag vooral? He, want we stellen vaak dingen uit. Misschien weten we niet altijd waarom. Misschien is dat ook niet altijd nodig om te weten waarom we dingen uitstellen. Maar het is wel belangrijk om te beseffen wanneer je dingen aan het uitstellen bent en hoe dat je daar dan mee om kan gaan. Dus meestal stel je dingen uit omdat je bang bent voor iets. En dat kan iets heel kleins zijn, iets heel stoms misschien zelfs. Of dat je zelf heel stom vindt. Maar meestal is dat de reden waarom dat we dingen uitstellen. Nu, een van de dingen dat ik geleerd heb met uitstel- of afstelgedrag is in eerste instantie het leren erkennen en herkennen wanneer dat het er is. Als je begint te beseffen van, my shit, ik had dat eigenlijk al vorige week moeten doen, of dat staat hier al 3 weken op mijn to-do-lijstje en ik doe het maar niet. Het beseffen dat dat aan het gebeuren is, is de eerste stap naar er effectief iets aan doen of mee omgaan. Als het over iets gaat waar dat ik eigenlijk bang voor ben, en mijn uitstelgedrag komt van het feit dat ik zenuwachtig ben over het ding dat ik moet doen, omdat ik bijvoorbeeld de uitkomst er niet van ken. Wat dan voor mij heel hard helpt, is mijn worst case scenario bedenken. Oké, dus wat is het ergste als er kan gebeuren wanneer dat ik bijvoorbeeld die persoon moet opbellen en dit gesprek moet hebben? Wat is het worst case scenario? Als voor mij helpt het om mijn angst om te gaan door dat worst case scenario heel visueel in mijn hoofd af te spelen, hoe dat er dan uit gaat zien, tot in de kleinste details. En dan blijkt vaak dat dat worst case scenario eigenlijk niet zo echt worst case is en dat daar meestal wel een of andere uitweg is in dat worst case scenario. Dus dat is wat ik dan doe. En eens dat ik dat dan gedaan heb, dus het erkennen en herkennen van mijn uitstelgedrag en het worst case scenario bedenken dat mogelijk zou kunnen gebeuren, helpt voor mij in ieder geval om de zenuwachtigheid of de angst te reduceren. En dan eigenlijk voor mij de volgende stap is het dan toch doen. En zeggen van oké, bon, ik ga mij nu neerzetten en ik ga het nu effectief gaan doen. De realiteit is dat het meestal allemaal veel minder erg is dan dat je vooraf gedacht had. En dat het eigenlijk allemaal best wel meevalt. En dat je jezelf afvraagt, damn, waarom heb ik daar nu zo lang over gedaan om dat effectief te doen? Dus dat is mijn advies, Sophie, om met uitstelgedrag om te gaan. Ik denk dat dat voor iedereen geldt. Dus niet noodzakelijk wat telefoneren betreft, maar gewoon de dingen die al een hele tijd op jouw to-do-lijst zetten. Dus Sophie, heel veel succes. Als je wilt, kunt je mij een keer opbellen of zo, als je een keer graag wil oefenen. Of misschien zijn er wel een aantal vrouwen in het netwerk die zeggen van oké, bel mij ook maar gerust een keer op. Kwestie dat je een keer kan oefenen of over die angsten over kan gaan. Bedenk het worst case scenario. En take it from there and move on. Heel veel succes, Sophie. Ik ga dit stukje ook meteen afronden. We zijn 22, bijna 23 minuten ver. Ik heb nog vier vragen te gaan. En die ga ik in het derde deel van de vierde aflevering graag met jullie meedelen. Dus tot zo dadelijk voor het derde stukje film. Ciao.